Alleen al in het afgelopen weekend raakten 5 politieagenten gewond tijdens hun werk. Het incident in de Naarderstraat, waar een jonge agent levensgevaarlijk verwond werd, is het trieste dieptepunt. En in 90% van de gevallen waarin de politie een wapen moet trekken, is sprake van een verdachte die psychisch in de war is. Nou ja, kijk, de zorg zit dat als je geconfronteerd wordt met mensen met een psychosociale problematiek, die niet aanspreekbaar zijn en die ook nog wapens, messen, steekwapens of anderszins dreigen geweld te gebruiken, ja, dan worden wij er uiteindelijk aan het eind van de rit mee geconfronteerd en moeten wij optreden. Terwijl het eigenlijk het primaire probleem een gezondheidsprobleem is. Ja, en als de politie zich er dan mee gaat bemoeien, dan kun je erop wachten dat het uit de hand loopt, zo lijkt het. De groep verwarde mensen die buiten rondloopt lijkt de laatste tijd trouwens ook te groeien door de bezuinigingen. Ja, dat zou kunnen. Dus daarom is het zo'n onverstandige bezuiniging. Het zijn mensen die vaak schuldhulpverlening hebben, die in de bijstand zitten, die zelf grote problemen hebben. En die dan zeggen, ja, dat geld ga ik niet betalen voor mijn GGZ-zorg, terwijl ze die hard en hard nodig hebben. Bezuinigen op de zorg betekent meer werk voor de politie. En dus worden agenten goed getraind om te voorkomen dat acties uit de hand kunnen lopen. Maar dat betekent niet dat geweldssituaties altijd te voorkomen zijn. Nou ja, kijk, ik maak mij natuurlijk daar zorgen over voor de medewerkers. Laat ik hier nog eens een keer zeggen dat je als politieambtenaar geconfronteerd kan worden met geweld. Dat het risico van ons beroep is, geen misverstand. Maar het is niet normaal en we moeten het ook niet willen accepteren. Dus als wij met geweld geconfronteerd worden, dan vind ik dat je sowieso naar de betrokken dader hard moet optreden. En dat je intern zoveel mogelijk aandacht moet hebben om dat incident bespreekbaar te maken. Mensen een kans te geven om het te verwerken. Om ervoor te zorgen dat het niet blijft hangen. En dat mensen er ook niet mentaal te veel last van krijgen.